Het is een bijzondere act. Het is een voetballer. Het is Almelo. Maar de afgelopen maand heb ik Almelo, en ik denk dat ik namens jullie ook spreek, nog op een nog mooiere manier leren kennen. Want ik heb jullie initiatieven leren kennen. Waarom doe jij? Omdat jij ontzettend veel van je moeder houdt natuurlijk. En gewoon uit mezelf. Ik ging dicht. En ik hou heel erg van lezen. De rest van de buurt houdt ook van lezen. Dus toen ben ik naar de gemeenteraad gegaan. Die hebben toegesproken. En ik heb ook handtekeningen verzameld. Ja, en de winner of de Junior Stadsprijs Almelo 2016 is geworden Anouk van der Heijden. Ontzettend hartelijk gefeliciteerd. Ja, dat geldt ook voor jullie, hè? Want ik zei je net al even, al die genomineerden zijn kanjes in de stad. Want jullie laten elke dag zien dat het goed is om voor een ander zorg. En al die andere kanjes hier naast mij en ook een heel mooi applaus. Stadskanjes. En dan gaan we even naar de foto. Let's go, let's go. Van der Heijden, had je verwacht dat je zou winnen? Niet echt. Ben je er blij mee? Ja, heel erg. Het gaat dus 2 jaar lang door, hè? Tot de volgende Stadsprijs. Sta je elke week voor de camera. Bounce is een initiatief op bewegen. Dat zien we achter ons gebeuren. En namelijk bewegen op trampolines. En daar zijn we in 2011 mee gestart in Amsterdam met de eerste Bounce-vestiging. En wij proberen op een laagdrempelige manier kinderen, jongeren weer plezier in bewegen te brengen. En ze eigenlijk van de bank af te halen, van de computer weg te halen en weer lekker te springen en bezig te zijn. Nou kennen we natuurlijk een trampoline, maar wat we hier achter ons zien is iets totaal anders. Leg eens uit. Ja, de trampoline die we denk ik velen van ons kennen die bij ons achter in de tuin staat, is natuurlijk vaak een ronde of een vierkante trampoline. Achter ons zien we een heel groot veld met 32 trampolines en in het midden een grote tumblingbaan. En het leuke van Bounce is, je kan van de ene op de andere trampoline springen. Je kan aan de zijkanten, wat ook allemaal van trampolinedoek is, kan je inspringen en dan kan je veren en kom je weer terug. En dan kan je hele mooie trucs doen. Je kan mooie sprongen maken. Maar het Bounceveld is ook een nieuwe vorm voor bodybounce of een bootcamp die erop wordt gegeven. Maar we hebben ook een balspel ontwikkeld. Het trefballen op trampoline, dus er kan ook gedodgebald worden. Springen is nog steeds recreatief. We zijn ook de initiatiefnemer van de Nederlandse Dodgebalbond. En we houden dit jaar voor het tweede jaar het Open Nederlands Dodgebalkampioenschappen. Dus trefbal op trampolines. En we zijn er mee bezig om dat steeds landelijker uit te breiden. Om ook een echte sportbond te worden. Man Vinkers die zei, het stoplicht springt op rood, het stoplicht springt op groen. Er is in Almelo altijd wat te doen, maar dat is hier van toepassing. Ja, dat is zeker hier van toepassing. Het sportbedrijf Almelo sprong een gat in de lucht omdat Bounce kwam. Vertel.
Ja, nou ja, we zijn op zoek naar gewoon nieuwe invullingen in onze tennishal. We hebben gemerkt dat de laatste jaren de tennissport aan zich, zeker binnen, terugloopt. We hebben nog een tennishal in Almelo. Dus we hebben gekeken naar de planning en het bleek mogelijk te zijn om alle tennis onder te brengen in één hal. En daardoor krijgen we nieuwe mogelijkheden in deze overdekte hal in combinatie met het zwembad, in combinatie met ons speedsoccerveld, in combinatie met het buitenbad. Dus dat betekent dat we een compleet aanbod hier kunnen bieden voor jong en oud. Straks in de kerstvakantie, dan hebben we in de tweede week hebben we ook een hele grote opening met meer spektakel in het zwembad, in onze hal. Dus we hopen dat we in de kerstvakantie heel veel kinderen hier naar het sportpark trekken, zodat we die gewoon hartstikke goed kunnen vermaken. Scholen, clubs, nogmaals, jij kan morgen je familiefeestje hier organiseren. Dus in principe is het voor iedereen toegankelijk. Als je wil bouncen, zul je dat met de bounce moeten regelen. De andere faciliteiten regel je met ons. Of je nou alleen bent, of je bent met een club of met een school, geen enkel probleem. En je kunt hier terecht. We hebben altijd toezicht van, zoals je zegt, de Bounce Master. Die kijkt dat alles in de Bounce Arena goed verloopt. Geeft kinderen aanwijzingen. Houdt toezicht dat ze niet gaan uitrusten in de arena, maar dan even de arena verlaten en rustig gaan zitten. Dit om te voorkomen dat er ongelukken zijn. Want ja, je wordt natuurlijk wel vermoeid als je heel inspannend aan het sporten en het spelen bent. Dus daar hoort een goede begeleiding bij. In feite net zoals bij de klimband, zoals we hier achter ons zien, begeleiding. Dat zorgt voor veiligheid voor ouders, dat ze zeker weten dat hun kinderen goed bezig zijn onder toezicht. Ik ben Ellen Lamberts van de bibliotheek in Almelo en ik regel de activiteiten en de promotie voor de bibliotheek. En zoals u wellicht al gehoord hebt, bestaan wij op 22 november 100 jaar. 100 jaar Bibliotheek Almelo. En dat gaan we heel uitgebreid vieren. Op 22 november hebben wij een officiële opening. En van burgemeester Gerritsen krijgen wij dan de erepenning uitgereikt. Maar we hebben ook een aantal sprekers en natuurlijk ook muziek en een theatergroep erbij. Dat is de officiële dag en daarnaast gaan we de hele week feest vieren met, voor en door Almeloers. Op woensdag voor alle kinderen hebben we een Kids Day. Op woensdagmiddag gaan we de Mees Kees film draaien en daarna komt Hakim. En hij is bekend van Sesamstraat. Gaat hij hier een speciale theatervoorstelling doen en na afloop is er ook nog disco voor alle kinderen. Op donderdag hebben we een Almelo dag voor, door en met alle Almeloers. Er worden films gedraaid uit de jaren 50, 60 uit Almelo en historici gaan vertellen over Almelo, maar ook de gemeente Almelo staat met een kraam van hoe Almelo er over 20 jaar uit moet gaan zien. Waar is het water teruggekomen in Almelo? Er zijn een aantal bedrijven die vertellen over hun werk. En 's avonds is daar een stamppotbuffet bij. En voor €7,50 kan iedereen mee eten. Alleen wel even voor die tijd een kaartje kopen of reserveren. Op vrijdag hebben we een poëziedag. Daar hebben we een aantal bekende Nederlandse dichters bij uitgenodigd. Onder andere Ellen Dekwits. Maar ook de Almeloze dichters als Willem van Doren, Koen Heldenweg en Natasha La Valletta treden op. En dat doen we in een programma waarbij eten is. Dus voor €15 kunt u voor het hele programma meemaken. En dan krijgt u er dus ook lekkere Italiaanse maaltijd bij. En dan op zaterdag als afsluiting en als grote klapper hebben we een groot Almeloos boekenbal. En daar hebben we allerlei schrijvers uit Almelo uitgenodigd. En mensen die over Almelo schrijven. En daar maken we een groot feest van. Robert Vuijsje, de bekende schrijver, komt vertellen. En de dichters Ivo de Wijs, Frank van Pamelen en Jan Pietsen komen een heel verhaal houden. Maar ook natuurlijk leuke muziek uit de jaren 20-30 door Frank van Nus. En dansen, natuurlijk heel veel dansen. Ook daarbij lekker eten en te drinken. En voor €30 kunt u bij de VVV van de bibliotheek daar een kaartje voor kopen. Natuurlijk, naast al deze festiviteiten hebben we ook acties voor onze leden en toekomstige leden. Voor iedereen die nog geen lid is van de bibliotheek, die kan helemaal gratis volgende week lid worden. Een week lang helemaal niets betalen, dat hebben we nog nooit eerder gehad.
En dan hebt u een abonnement voor een jaar lang. En op 22 november, de dag zelf, kunt u boeken als u die te laat hebt ingeleverd en denkt van eigenlijk durf ik het niet meer, kunt u ze dan inleveren en we berekenen de hele dag geen te laat geld. Dus hebt u nog wat boeken liggen, dan leveren ze dan in. En ook voor onze bestaande leden hebben we allemaal leuke acties met bonnen waar mensen dingen kunnen winnen en kunnen krijgen. Dus kom allemaal tussen 22 en 26 november naar Bibliotheek Almelo en vier met ons feestje mee. Hyperbiep, hoera! Loek Busser, van harte gefeliciteerd. Hoe jong ben je geworden? 8 kruisjes, 80 jaar dus. Ja. Dat is een heugelijke gebeurtenis, maar niet zozeer voor TVN, hè? Vertel eens. Ik ben zo'n 47 jaar lang lid van het TVN. En daarvan heb ik 23 jaar gewerkt voor natuur- en milieueducatie. De uitleen van lesmaterialen voor de scholen. Waarvan de laatste jaar of 8 in het tijdelijk natuurhuis. En ik heb toen er aangekondigd werd dat dat natuurhuis gingen bouwen. Toen zei ik dat zou dan nog wel een aantal jaren duren. Toen heb ik gezegd, nou maar als ik 80 word dan kap ik ermee. Vandaar dat ik nu mijn afscheid hier vier. Te midden van heel veel oude getrouwen, hè? Heel veel oude getrouwen. Mensen waarmee ik vanuit het begin dus die natuureducatie heb gedaan. Of de uitleen van de lesmaterialen voor de scholen. Er zijn hier 4 mensen aanwezig waar ik dat vanuit af het begin mee gedaan heb. Verder zijn er veel oud-IVN-leden die ik van vroeger ken. En verder zijn er ook nog een aantal vrijwilligers die we hier in de loop der jaren langs hebben zien komen. Ik heb hier, toen ik in Almelo kwam wonen voor 50 jaar terug, direct contact gelegd met het NIVON. En die hadden een natuurhistorische groep. En daar gingen we mee het veld in. En daar heb ik de eerste brede kennis van de natuur opgedaan. En toen kwam het IVN met een natuurgidsencursus. En dat was helemaal de basis van, dan kon je zelf ook een ander iets erover gaan vertellen. En dan ben je echt met natuureducatie bezig. En nu sluit je dus eigenlijk een werkzame periode af, lang na je pensioen, hè? Ga je nog verder wat doen met de natuur? Privé blijf ik daar natuurlijk mee bezig. Het fotograferen, de wandelingen en de fietstochten zijn niet meer zo lang als voorheen. Maar wat ik er nog aan kan doen, ik ben pas vorige week nog eventjes wat herfstkleuren wezen fotograferen in het Schelvorstpark. Dus nee, daar blijf ik wel mee bezig. Wauw, sorry. Zo. Ja, hallo. Een voorbeeld van wat je kunt met vrijwilligers. En die vrijwilligers zijn een hele actieve, enthousiaste groep die hier toch bijna dagelijks aanwezig zijn in wisselende personages uiteraard, om hier die tent aan het draaien te houden. Het initiatief slaat aan. We hebben de Wall of Fame, we hebben een expositie van Herman Vinkers. Maar wat ook leuk is, we hebben hier wisselexposities. En op het moment is er een hele succesvolle expositie van ZGT, het ontstaan van de Almeloze ziekenhuizen. En ook het binnenstadplan zoals dat nu gerealiseerd gaat worden, waar we heel blij om zijn. Ja, dat geeft ook een boost aan Almelo. Ja. Dat heeft u zelf ook al kunnen constateren. Dus al met al 2 hele leuke dingen. Fijn dat u hier bent, dat u kennis kunt nemen van het initiatief van Cartoon en Nu. En daarna, en dat is toch de kurk waar Almelo op drijft, een actieve binnenstad die het bezoeken waard is. En daar zetten we ons allemaal voor in. Ik ken de stad een klein beetje. En je leert hem dan elke week dat je hier dan ook werkt, leer je hem steeds beter kennen. Maar ik sta vandaag echt te gloeien van trots hoor, met alle dingen die we zien. En die door energie van vrijwilligers en door ondernemers en door markthandelaren zijn we vanmorgen ook geweest.
hoe die stad als het ware levend gemaakt wordt en aantrekkelijk gemaakt wordt voor klanten, voor mensen die hier wonen, voor mensen die hier werken, die hier ook met plezier willen kunnen werken. Dat is echt fantastisch om dat te zien met elkaar. En dat doen we op het vlak van economie en kunst en cultuur, recreatie, toerisme, de bereikbaarheid van de stad. En ja, je ziet gewoon dat we met elkaar, hè, ook gewoon ja, vrijwilligers hier, hè, dus die nog eigenlijk ja, de energie voelen van de Stadsmusical, dat we met elkaar die stad elke dag een stap vooruit brengen. Ja, dat is gewoon geweldig. Je, zeg maar. Ja, toch? Ja. Oké. Nou, de spreukenwand van Herman Vinkers, nou, en als mensen hier staan, je kunt gewoon weten en horen wat ze doen, ja. Want het is een en al lachen ja. Hier. Ja. Ja. En hoe vaak zijn jullie? Hoe vaak is het open? Maandag en dinsdag niet. Ja, okay. Nou, woensdag doen we vrijdag zaterdag van 11 tot 5. Ja. De eerste mevrouw kwam hier, ik weet niet of ik mag zeggen, 2,5 maand, 3 maand geleden binnen. Ja. Met een laptop onder de armen en die zei, is dit een tablet? En die kende daar dus helemaal niets van. Ja. En die werkt nu helemaal zelfstandig met de iPad. Ja, dat vraagt soms op. Heb je mijn klas gezegd? Ja. Ik heb een avond met hem gedaan, hier op CLA. Hij zit toch in Almelo. Oké, maar ja. Hij laatst op de radio hadden ze het ook over dat hij Almelo was. Ja. Ja, hij woont in Franshoek. Ja, klopt. Ja, maar het gaat om mijn gebouw. Ja. Ja. En ik zeg altijd, we hebben de grootste percentage, mag je ook gewoon, BN'ers van Nederland. Ja. Totdat het tegendeel bewezen is. Ja. Ik zeg dit al 4 jaar, dus er is nooit meer met het tegendeel. Ja. Waarschijnlijk heeft Amsterdam nog minder BN'ers dan Almelo. Ja, op de bevolking genomen. Ja, dat is toch? Ja, daar gaan we. We doen er nog eentje bij. Bedankt.
boven stralen de sterren, beneden stralen wij. Mijn licht gaat aan, ik loop vooraan. Rabom, oh, rabom, oh, rabom. Mijn licht gaat uit, ik ga naar huis. Rabom, oh, rabom, oh, rabom. Mijn licht gaat aan, ik loop vooraan. Rabom, oh, rabom, oh, rabom. Mijn licht gaat uit, ik ga naar huis. Rabom, oh, rabom, oh, rabom. Ik loop hier met mijn lantaarn en mijn lantaarn met mij. Naar boven stralen de sterren, beneden stralen wij. Mijn licht gaat aan, ik loop vooraan. Rabom, oh, rabom, oh, rabom. Rabom, oh, rabom, oh, rabom. Rabom, oh, rabom, oh, rabom. Met zijn neus in de borst, want er zit onder andere een stukje borst bij. Nou, dan denk ik dat er nog iets gaat gebeuren volgens mij. En dan ga ik zometeen zoveel mogelijk kinderen proberen een handje te geven. En daar gaan we nog een groot feestje maken. Goed, Sinterklaas.